En onder andere prachtige kidneybonen, bruine bonen, paprika's. Welkom bij een gloednieuwe vlog. Oh, daar gaat mijn telefoon. Mijn telefoon valt even op de grond. Die wou ik even wakker. Ik ben net wakker. Kijk. Wow. Wow. Achtergrond. Wow. Rutger. Wow. Wow. Nou, jongens. Ja. Ik ben net wakker. En ik ga nu mijn telefoon van de vliegstand afhalen. Doordat ik al mijn berichten binnenkrijg. Yeah. Nou, jongens. Ik zie jullie zo. Ik ga naar beneden en dan zeg ik houdoei. Mijn tweede vakantievlog is helemaal geëdit. Woe. En ja, die ga ik nu renderen. Dus yay. En die is gisteren online gekomen. Of nee, eergisteren is die online gekomen. Dus als jullie hem nog niet hebben gezien, kijk dan. Ja. Ja, dus dan aan het eindscherm komt dan een prachtige afspeellijst te staan met al mijn vakantievlogs. Yay. Dus ik zou zeggen, klik daar dan op. Yay. Wow, jongens, kijk, nog 0 seconden. Hij is 100%. Alleen er staat nog geen open. Nu ben ik verdrietig. Open. Video. Open. 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 Oh, wat doe ik nu? Oh, ik doe gek, denk ik. Ja, open. Kijk, hier, als hier open staat en hier open folder, dan kan ik dus de video openen en dan is hij 100% klaar. En het duurt lang. Nu ben ik verdrietig, jongens. Hij moet het doen. Hij is 100%. Maar ja, dan duurt het altijd nog 10 jaar. Tot ik hem kan openen, dus dat hij helemaal klaar is. Die 100% zeg maar, die je hier ziet staan, die klopt nooit helemaal. Zo'n beetje, ja. Wat zullen we daar eens van zeggen? Is geen goede 100%. Is niet helemaal 100 dat ding. Is niet helemaal 100 jongens. Niet helemaal 100. Helemaal loco. Maar ja, hij zou klaar moeten zijn. Oh ja, voor als je denkt, er staat hier ook niks meer. Dat is het eindscherm achtergrond. En dan denken jullie, waarom niet oude vertrouwde? Nou, die pakt de laptop niet. Stoute laptop, vind ik niet lief van je. Maar ja, dus ik moet nu even wachten. Maar hij opent hem niet. La 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 la. La 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 la. Hij deed iets. Maar hij deed niet wat ik wil dat hij doet. Kom op, je kan het. Mijn laptop trouwens. Onze laptop is echt gloeiend heet. Als ik hier mijn hand opbouw, komt echt gewoon haast rook vanaf, jongens. Nou, ook niet, maar hij is behoorlijk warm, zeg maar. Want, ja, renderen doet hij niet leuk. Nee. Hey, hij is klaar. Kijk, jongens. Gaan we open. En dan, als het goed is, doet hij het. Check ik altijd even of het geluid het doet. Open. Oké, okay, gaat hij het doen? Ja, hij doet het. Oké, okay, zo. Ja, hij doet het perfect. Yeah. Nou, jongens, how do we? Jongens, ik ben blij. Yay! Want over een minuut komt een nieuwe video van Denise online. En normaal zou ik een timelapse maken als ik hem ga kijken of wat dan ook. Nu gaat dat nu alleen een beetje moeilijk, want ja. Duitsland, yes. Het blijft super leuk hier, je rechten. Echt super blij ben ik met jullie rechten in Duitsland. Echt super. Maar jongens, ik ga de video kijken. Eerst nog even refreshen. En zodra die staat, dan stop ik. En dan zeg ik zo van, hou doe ja, doe ja. Oké, okay, later. Kom op, je kan het. Oh ja, en ondertussen zit ik hier. Kijk, daar zit ik mijn video te uploaden. Het is verhuur. Het is verhuur. Hij moet er staan. Hij moet er staan. Kom op, je kan het. Video komt er te staan. Laptop, ik ben diep teleurgesteld in je, want het is verhuur en de video staat er nog niet. Verdikkie. Kom op, je kan het. Kom er te staan. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Doe het voor mij. Please. Oké, en we kijken. En we wachten. Ja, we kijken. En we wachten.
Oké, okay, kom. Je kan het video, je kan. Ja, hij staat er. Nou, het drama is er weer. Yes, ik moet de tekst toe gaan voegen aan mijn video. De beschrijving heb ik een maniertje voor gevonden. Ongeveer elke letter staat wel in mijn beschrijving. Dus als een letter mijn toetsenbord niet pakt, doe ik het zoeken in de beschrijving en dan Ctrl-C, Ctrl-V. Ja, het is helemaal handig, maar als het goed is... Komt ergens deze dagen nog mijn broer ook naartoe, is, had hij gezegd tenminste. En dan zou hij voor mij een toetsenbord meenemen ook, dus die we nog thuis hebben liggen. Dus dan moet je er wel aan denken, maar dan is tenminste dat drama weg. Gelukkig, want dit is echt haast niet te doen met typen. Maar ja, het toetsenbord is niet helemaal meer 100% zeg maar. Dus ja, ik ga weer tekst proberen toe te voegen en... Ik ga anders ook kijken of misschien deze gewoon een schermtoetsenbord heeft. Zou ik ook kunnen proberen. Maar ik ga tenminste tekst toevoegen. Of misschien via de telefoon. Alleen volgens mij kan dat niet, maar dat weet ik niet. Wacht, ik ga kijken of het via de telefoon kan. Ja, dat zou echt een stuk makkelijker zijn. Ik ga dat opzoeken. Nou jongens, ik heb denk ik een manier gevonden. Ik heb hier mijn beschrijving staan op mijn telefoon. En dan staat hier labels. Ik denk dat dat hetzelfde is als tekst. Dus ik ga nu gewoon... De hele tijd tekst typen. En dan ga ik zien of het werkt. Ik ga gewoon... Ik maak er een... Ik versnel het en ik film het. Ja, yeah, dat is cool light, hè. Ja, dat is cool. Oké. Okay. Jongens, ik zet mijn camera neer. En dan zie ik jullie zo na de timelapse. Oké, okay, nou blijkbaar zijn de labels toch iets anders. Maar wat dat zijn, weet ik eigenlijk zelf ook niet. Heb je die hier ook staan? Ik heb dat echt nog nooit zien staan, labels. Maar ik kan tenminste niet op enter drukken en dan dat die wordt toegevoegd als aparte tag. Dus ja, drama. Maar ja, hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dit doen? Ja. Ja. Nou, ik ga... Proberen via de Creator Studio app van YouTube. Die heb je volgens mij ook. Die moet ik dan wel even downloaden. Die heb ik een keer tenminste bij aanbevolen zien staan. Van YouTube zelf heb je ook een Creator Studio voor de app. Maar die heb je niet in de standaard app zitten. Dus die ga ik even downloaden. En dan hopen dat het daarmee wel kan. En anders wordt het toch mijn toetsenbord. Dus ja. Nou, ik heb het opgezocht op Google. En het blijkt dus wel bij de tag. Bij de labels moeten de tags invoeren. Alleen wat hij dus doet, is je moet elke keer komma ertussen zetten. En zodra je die komma ertussen zet, dan pakt hij een nieuwe tag. Dus ja, ik ga nu al mijn tags invoeren bij mijn video's. Daar ben ik wel even mee bezig. En ja, dan doe ik het waarschijnlijk gewoon de hele vakantie elke keer op mijn telefoon. Zodat ik niet meer het gedoe heb met mijn laptop toetsenbord. Totdat ik straks toetsenbord heb. Waarschijnlijk. En ja, het is echt, het werkt eigenlijk heel simpel. Kijk, je hebt hier gewoon labels en je voert iets in en je doet komma en dan voer je de volgende tag in. En zo ga je zeg maar door. Nou jongens, zoals jullie hier zien, ik heb hier alle tags toegevoegd met elke keer een komma. En hier komen ze te staan als ik refresh. Dus ja, ze staan er allemaal in. Even op opslaan klikken, zo. En ja, ik heb ze allemaal toegevoegd. En nu mogen jullie genieten van beelden dat ik samen met mama ga koken. Dus ja, gaat heel leuk worden. Ja, yeah, tot zo bij de kookbeelden. Nou, ik en mama zijn spullen aan het pakken, toch mama? Mm-hmm. Die we nodig hebben voor de chili. En onder andere prachtige kidneybonen. Bruine bonen. Paprika's. Chips. En nog veel meer. Echt van alles. En dan gaan we daar ook lekker chili con carne eten. Ik heb er zin in.
Nou jongens, dit was een prachtige timelapse. En jullie zien hier Wally echt kijken. Zo van, ik wil. Maar je krijgt niet Wally, dat is pech, eet weg. Dus ja, we moeten nu nog de tafel houden. De tafel is gedekt. Ik heb nou, dat kan nu op tafel. Als jij hem er dan opzet. Ja, ik moet even nog kijken wat waarom het nog is. Ik weet even wat de bomen warm zijn, hè? Oké. Okay. Ik denk dat we nog iets zien waar we moeten. Nou, dan zien we dan nog. Nou jongens, ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Ik heb overal kriebels. Oh, dit gaat fout. Kriebel. Nou jongens, ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Vergeet dan niet je blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet me niet te volgen op Twitter en Instagram. Staan zo prachtig hier onder. En morgen in de vlog ga ik naar de dierentuin. Jee, gaat super leuk hoor. Ik weet trouwens niet. Ik denk dat de vlog wel rond de 10 minuten is. Een gemiddelde vakantievlog is rond de 10 minuten. Vanmorgen zal wel langer worden, maar ja. Op vakantie heb ik natuurlijk, ja, dan wil ik ook wel vakantie hebben. Dus ik besteed niet zoveel tijd aan het editen als normaal. Dus ja, maar jongens, ik zie jullie morgen 10 uur bij een gloednieuwe vlog. Tot morgen. Slaap lekker allemaal. Houdoe. Nou jongens, en dan kunnen jullie onder andere nu hierboven aanklikken voor nog een video. En ja, daarna onder staat nog een video. En dan aan de andere kant staat zo prachtig mijn logo. En dan staat er nog prachtig een afspeellijst. Ja, klik allemaal even. Ja, prachtig. Zijn 20 seconden al voorbij? Ja.